Diep in de heuvels van Ira, ver van de gevechten die woeden tussen de Shetan en bewoners van alle andere planeten, is het stil. De zwarte wezens lopen een grote grot in overrotsachtige wandelpaden. Ze klauteren omhoog en springen soms een stuk omlaag. Als ze Timon zouden willen ombrengen, kunnen ze er de tijd voor nemen, want hier is niemand in de wijde omtrek die er iets van zou merken. En Timon is zomaar met ze meegelopen. Hij heeft geloofd wat ze zeiden. Hij weet heus wel dat deze wezens hem al eerder hebben geholpen, maar hij heeft inmiddels geleerd dat zelfs degenen die je helpen, het slecht met je voor kunnen hebben. Oef, ze zijn er. Aan het einde van de grot, in een enorme ruimte, wacht zijn oude juf Met gespreide armen staat ze onder een open gewelf. Doordat het licht van bovenaf naar binnen kan schijnen, lijkt het of ze in een lichtbundel staat. Je hebt het gered, zegt ze schor. Een traan rolt over haar wang. Ook bij Timon schieten de tranen in zijn ogen. Het maakt niet uit hoe volwassen hij is, zijn emoties zijn groot en diep en de tranen komen als vanzelf. Ninne. Hij valt op zijn knieën, te midden van de leden van de ondergrondse. Niemand lacht hem uit. Ze buigen uit eerbied het hoofd. Ninne stapt voorzichtig naar hem toe. Ze aait hem over zijn bol. Wat heeft hij dat gemist? Ze herhaalt: Je hebt het gered, lieve Timon. Jij bent de ware koning. Ik wist het. Ze gaat naast hem op de rotsbodem zitten en hij laat zich in haar armen vallen. Ze aait door zijn haren en vertelt hem over de tijd dat ze voor het laatst samen waren. Ze vertelt hoe de sfeer op planeet Kastel grimmig werd. Ineens was het er, zegt ze, alsof de wind plots vanuit een andere hoek ging waaien. Hector kreeg een eigenaardige grijns op zijn gezicht, vertelt ze bedroefd. En ik voelde dat er iets mis was. Ik ben me gaan verdiepen in de geschiedenis van het Koningshuis en begreep al snel dat niet alles werd verteld. Eerst las ik de gewone geschiedenisboeken. Maar na de aanval op planeet Kastel ben ik verder gaan spitten. Alles in het diepste geheim. Via protonbrieven die ik uitwisselde met mijn eigen familie zocht ik antwoorden op de eerste vragen: waarom werd koning Nerias troonopvolger, en niet Hector? Niemand kon het antwoord geven. Er ontstond een discussiegroep met gelijkgestemden. Mensen en wezens die ook onderzoek deden, die ook het gevoel hadden dat er iets niet klopte. Dat was het begin van de ondergrondse. Omdat ik het dichtst bij de koning stond, wezen ze mij aan als leider. Maar weet je, Timon, het gaat me er niet om dat ik de leider ben, dat weet je toch hè? Het gaat me erom dat mijn lieve jongens worden beschermd. Jij en Zevi. Dat het recht zou vieren. Ik was net zo geschokt als jij toen ik hoorde over het pad dat Sevi heeft gekozen. Gaandeweg begrepen we dat jij het in je eentje nooit zou overleven. Via via kwam ik steeds meer te weten over het geheim van Koningsland. Ik heb contact gezocht met de bibliotheken van alle planeten, overal oude boeken opgevraagd en me daarin verdiept. Timon, het was een studie van jaren. Toen wist ik hoe het zat. Een van de jongens zou vleugels krijgen. Maar Zevi was toen al zeventien, een jonge man zonder vleugels. Ik begreep dat jij degene moest zijn, het kon niet anders. Je was dertien toen ik wist wat er aan de hand was, maar ik wist toen nog niet het antwoord. En al die jaren heb jij zo moedig en dapper stand gehouden, je bent het goede pad blijven volgen. Ik ben zo trots op je. Ik voel me juist zo klein, snikt Timon. Ik weet het niet meer, Ninne. Ik kan alleen nog maar bedenken dat ik me in het geweld moet storten, al wordt het mijn dood. Ik weet geen betere uitweg. Ninne glimlacht minzaam. Haar stem klinkt zacht en lief als ze zegt, en dat is waarom je moet samenwerken. Een belangrijke lee. Jij hebt misschien geen ideeën meer, maar wij samen nog wel. Timon veegt de tranen van zijn wangen. Hij haalt zijn neus op. Ninne zegt: Als eerste gaan we je moeder bevrijden. Dat lijkt me prioriteit nummer 1. Kom maar mee, ze komt moeizaam overeind. Timon ondersteunt haar zodra ze begint te lopen. Ninne, een oude dame nu, zal hem figuurlijk ondersteunen, terwijl hij haar letterlijk ondersteunt. Een mooi idee. Ze schuilen in een zwarte hut gebouwd van lavasteen. Timon en twee zwarte wezens van de ondergrondse. Ineens begrijpt hij waarom hun pakken zo donker zijn. Ze kunnen zich hier werkelijk onzichtbaar maken. En dat terwijl het inmiddels dag is geworden, een grauwe, troosteloze dag. Ninne is achtergebleven in de grote grot met zo'n vijf strijdbare mannen. De rest is met Timon mee. De ondergrondse, zo noemen ze zich. Als hij later koning wordt, als hij levend van deze planeet komt, als hij zijn vijanden weet te verslaan, dan zal hij ze rideren en tot zijn speciale leger maken. Of leger, tot zijn team van trouwe vrienden, koningsvrienden. Dat klinkt veel beter. En ze hebben wel bewezen dat ze het zijn ook. Dat is meer dan je van mij te kan zeggen. De hut stinkt en voelt viezig aan. De ramen kijken uit op een soort stadsplein. In de wijken eromheen wordt hard gevochten, dat is hier goed te horen. Ook als je naar boven kijkt, zie je dat er nog steeds een bittere strijd wordt geleverd. Jet transporters, stuwvalken, kweekrijders en antiswaartekrachtspieders voeren onafgebroken aanvallen uit op het Shetan-leger. Het gedreun van de aanvallen gaat door merg en been. Op het plein wemelt het van de shetan. In het midden brandt een vuur, en het is geen vreugdevuur. Een vreugdeloos vuur is het, van materialen waar de fik in is gezet, maar waar niemand van geniet. Kennelijk is een vuur pas vrolijk als er mensen zijn die ervan genieten. De omstanders maken het vuur, zo zou je het kunnen zeggen. Timon ziet een parallel, de inwoners maken de koning. In zijn eentje is een koning niets, het is het gedrag van het volk dat hem koninklijk maakt. En om dat gedrag te belonen, moet hij zich ook koninklijk gedragen. Hij trekt zijn wenkbrauw op, tevreden over zijn eigen besef, maar dan krijgt hij een beuk van een zwart wezen, nummer 5 is het. Meteen staat hij weer op scherp. Door een raam van de hut kijkt Timon uit over het plein. Nu ziet hij waar nummer 5 op doelt. Daar, aan de rechterkant van het plein, achter tralies, zit zijn moeder op de grond, met opgetrokken knieën. Ze deint heen en weer, alsof ze zichzelf probeert te wiegen. Ze zit er als een gekooid dier. Als een verslagen tijger in een circuswagen. Een trofee die door iedereen gezien mag worden. De koningin van Koningsland. De ontvoerde koningin die niet dood blijkt te zijn. De tralies zijn rondom haar, maar haar gevangenis heeft geen dak. Wat een sukkels. Heeft Meite de Shetan dan niet verteld dat Timon kan vliegen nu, zodat hij haar gemakkelijk kan redden? Timon wil naar haar toe, maar het zwarte wezen houdt hem tegen. Opnieuw knikt hij met zijn hoofd. Er komt iemand aan een figuur met een kap over zijn hoofd, zodat zijn gezicht niet te zien is. Die truc gebruiken ze dus vaker op Ira. Hij blijft even staan voor de tralies en rolt dan iets naar binnen. Timon knijpt zijn ogen tot spleetjes om te zien wat het is. De figuur snelt weg en Timon voelt een schok door zijn lijf gaan. Dat was Meite. Hij herkent haar uit duizenden. Hij ziet het aan haar manier van lopen. De verraadster. Zij had daar moeten zitten, in de gevangenis, als een gekooid dier. En niet de koningin, die al zoveel te verduren heeft gehad. Ik ga naar haar toe, fluistert Timon. Wacht nog even, protesteren de zwarte wezens. Maar Timon beent naar de deur van de hut en terwijl hij zijn vleugel spreidt en al omhoog komt, zegt hij stellig: Ik ga mijn moeder redden. Krachtig slaat hij met zijn vleugels en stijgt op alsof hij dit al jaren doet. Eenmaal boven de kooi ziet hij de mond van zijn moeder openvallen. Jongen, stamelt ze. Je bent een man. Kom maar gauw mee, mama. Hij duikt van bovenaf de kooi in en omhelst haar zacht. Maar wanneer hij haar in zijn sterke armen wil nemen om op te stijgen, klinkt er een onverwacht gesis en hard geknetter van elektrische lading. De opening boven de kooi van zijn moeder blijkt te zijn voorzien van een krachtveld. Nu er spanning op is gezet, kan niemand er meer doorheen. Timon beukt er in paniek tegenaan, maar het veld is keihard, hoewel het onzichtbaar is. Timon valt terug op de grond. Zijn moeder kijkt hem verslagen aan. Dit was dus de val die de shetan hebben gezet. Hij is er met open ogen in getuind. Wat voelt hij zich een sukkel? Een snerpende stem klinkt over het plein. Kijk eens aan, galmt de stem. Timon voelt hoe zijn moeder bevriest. Hij draait zich met een ruk om. Hector, jij laat je gemakkelijk lokken. Lachend laat oom Hector de afstandsbediening zien waarmee hij het krachtveld heeft ingeschakeld. Achter hem komen minstens honderd moordlustige robots aanrijden. Ze vormen een ondoordringbare haag om hem heen. Ze zien eruit alsof ze je in één klap kunnen uitschakelen, en dat terwijl het die schattige aaiers van Acedia zijn. Daarachter komt een leger van Shetan aangehobbeld. Ze gaan met honderden achter de haag van Robots staan. Wat zijn het er veel? Moeten zij niet vechten? Ineens wordt Timon iets duidelijk. Als zij hier met zoveel kunnen zijn en ondertussen zijn alle Koningslanders nog hevig in gevecht. Dat betekent dat het leger van Koningslanders het nooit kan winnen. De Sjetan zijn met te veel. Eén moedertje in een kooi en hup, de zogenaamde koning is gevangen, gaat Hector venijnig verder. Tussen de rijen robots ziet Timon ineens zijn broer staan. Woede klinkt door in zijn stem als hij zegt: Zevi. Hector gebaart naar Zevi dat hij dichterbij moet komen. Zevi is een goede hulp geweest. Hij grijnst. Beter dan die rottige meisjes Sheto's, Zevi schuifelt naar zijn oom Hector toe. Hoe oud is hij nu? Hij moet 21 zijn. Go! Timon bekijkt de dunne baardlijn die op de kaken van zijn broer te zien is. Zevi is gespierd, maar staat er desondanks slapjes bij. Verslagen lijkt het wel, net als zijn moeder. Zijn intense blik is op Timon's schouders gericht. Alsof hij de vleugels graag van dichtbij zou bekijken en tegelijk alsof hij die haat. Ben je nu trots, Zevi? vraagt Timon. Zijn moeder staat te huilen sinds haar oudste zoon zichtbaar werd, maar Timon verhardt. Nu ben je een man, zegt hij, maar je hebt nog steeds geen kracht. Zevi kijkt vals terug, maar kan geen woorden vinden. Ik ben ook niet trots op deze vleugels, hoor, gaat Timon verder. Weet je waarom niet? Omdat ik er niks voor hoefde te doen. Trots niet, maar blij ben ik er wel mee. Gun jij me niet dat ik zomaar iets cadeau krijg dat ik niet met je kan delen? dus, Zevi, moet ik dood omdat jij jaloers bent? Of moet jij leren met je emoties om te gaan? Hoog aan de hemel verschijnt een luchtschip. Het is het schip van de kolonel. En wat vliegt ernaast? Een gevechtsmachine, gebouwd van alle spullen die de Avarieten op Ira hebben verzameld. Wauw, dat is nogal wat kanonnen, vuurpijlen, ionensperen en speerwerpers. Hiermee maken ze misschien wel kans om de oorlog te winnen. De dikkerds uit Gul kijken over de rand van het gevechtschip omlaag. Met hun suikerwebben in de aanslag. Zefi kijkt geïntimideerd omhoog. Timon wijst naar zijn rug en zegt tegen zijn broer: Als ik je kon vertrouwen, zou ik je uitnodigen om mijn vleugels te komen inspecteren. Dan konden we ons samen verwonderen, zoals we vroeger samen nieuwsgierig naar insecten keken. Weet je nog, Zefi? Hector legt zijn arm om Zefi heen. Dat interesseert hem niks. Antwoordt hij. Zefi kijkt naar de grond. Kun je al niet meer voor jezelf praten? Zefi? Hou je bek? zegt zefi dan getergd. Wat? vraagt Timon. Hou je bek? roept zefi. De robots achter hem schakelen naar gevechtsmodus. Er komen wapens uit hun armen en ze zetten zich schrap. Timon loopt naar het hek toe en kijkt zijn oom en broer woest aan. Zelfs als ik dood ben, hebben jullie nog geen koningsrecht. Geen van beide. Maak mij dood, en er is niemand meer met vleugels. Dan kan iedereen evenveel aanspraak maken op de troon als jullie. Ook de Gullenaren, Luxianen en Afarieten. Iedereen, zelfs de Manoïden. Denk maar niet dat jullie ooit aan de beurt zullen komen na alles wat je hebt aangericht. Instemmend gemompel klinkt uit het vliegende schip. Hector gooit onverwacht de afstandsbediening op de grond, loopt op de kooi af en grijpt Timon tussen de spijlen door bij zijn keel. Kaak, zijn moeder schiet hem te hulp, maar Hector geeft haar een duw naar achteren. Timons keel wordt steeds harder dichtgeknepen. Maar ik heb de kracht aan mijn kant, snerpt Hector, de kracht om jou te vermorzelen. Een gejoel klinkt over het plein. Timon zal hier, onder luid gejoel van duizenden shetan, voor de ogen van zijn broer en zijn moeder, door de handen van zijn oom, het leven laten. Hij heeft niets meer over behalve zijn zelfrespect. Uit zijn ooghoek ziet hij hoe de zwarte wezens die hem hier naartoe hebben gebracht, de hut uitsluipen en verdwijnen. Waarschijnlijk gaan ze terug naar Ninne. Hij kan het ze niet kwalijk nemen. Ze kunnen niks doen, ze zijn met veel te weinig. Ze zouden hun leven geven zonder dat het iets zou opleveren. Hier eindigt het avontuur van Timon. Dit is het moment.